De afgelopen tijd is de prevalentie in Suriname voor hart- en vaatziekten ook aan het stijgen als we kijken naar andere ontwikkelingslanden. Het is niet echt duidelijk hoeveel mensen nu in Suriname lijden of leven met een hartziekte, omdat er geen centrale database is van alle patiënten en ook sommige mensen zijn niet per se onder behandeling. Ik weet wel, in AZ het afgelopen jaar waren er meer dan 20.000 poliebezoeken. Dus dat op een bevolking van 500.000 mensen is best wat. Als we dan eens kijken naar de sterftecijfers, dan zien we dat hart- en vaatziekte nog steeds doodsoorzaak nummer 1 is, ook hier in Suriname. En 1 op de 4 mensen die sterft dus aan een hartziekte. En dat komt ongeveer overeen met 770 mensen. Wat heel veel is als we kijken naar de leeftijd ook waar ze overlijden. In Suriname horen echt van, ja, elke hoek van de straat heb je barbecue tentjes, je hebt KFC, McDonald's, Popeyes, want je heeft alles 2-4 jaren hier zo. Burger King gaat straks weer opnieuw open, dat soort dingen. Chow Mein, Chinese, elke hoek heb je een Chinese fastfood tent, Japanen, je hebt loog, vooral met zoveel Japanse dingetjes waar je verder gebouwd kan kopen. De dingen te kopen in Suriname moet je echt veel geld hebben. Ze verkopen satés, bagabanas, lumpia's, noem maar op, patatfriet en zo. Ga maar verder. Gaat zoeken naar parkjes om te rennen, als je gaat zoeken naar sportvelden, naar sporthallen, zwembaden, dan moet je met een vergrootglas gaan zoeken. Suriname schiet ze niet. Oké, het is levensgevaarlijk in Suriname, maar dus ik bedoel, de overheid gaat ook geen fietspaden maken en Suriname stimuleren om te fietsen. Iedereen gaat met de auto, of naar de winkel op de hoek gaan Surinamers met de auto, we houden niet van lopen, we houden niet van fietsen. Het is ook niet, de voorwaarden zijn ook niet geschapen hoor, om te fietsen dus, want het is gevaarlijk. De wegen zijn smal, die mensen rijden als gekken en er zijn geen fietspaden, dus daarom. Maar ook gewoon, het is warm altijd, dus als je naar het werk gaat op de fiets, dan kom je bezweet aan. Ik vind Suriname ook niet leuk. Dus dat is een combinatie van die. Wat leven gezond, helemaal. Ja, de dag die komt op. De nacht. Kijk, als je moet rusten, ga je rusten. Je gaat je nou niet te veel over kunnen en moeten werken. Ja dan, want een persoon mag 8 uur slapen. En moet 8 uur slapen. Er is ook een meneer overleden. En net, we vermoeden dat hij decompensatie ook hadden zat. Maar hij is nooit op de poli geweest voor behandeling. Waardoor ik niet kon zeggen van dat was de doodsoorzaak. Maar toen we daar waren, hadden we wel gezien van nee, er is wel iets aan de hand met het haar. Want benen waren opgezet en zijn buik, hij had echt een gebombeerde buik. Maar die man weigerde om te komen toen in de eerste fase. Hij weigerde te komen omdat hij ook een traditionele geneesheer is. En hij vertrouwt niet op die medicijnen van ons. Dus niemand mag aan zijn lichaam komen. Zelf prikje heeft hij ook geweigerd van ons. Ja. De rol van de medische zending in het binnenland van Suriname is dat de kwaliteitszorg aanbieden aan de mensen van het binnenland, zo met de rurale gebieden van het binnenland. En het versterken van gemeenschapsparticipatie
En dat ze ook preventieve en curatieve zorg aanbieden. En als er curatieve zorg is, eerste lijn gezondheidszorg, mocht het zijn dat we een patiënt hebben die we niet hier kunnen behandelen, wordt die verwezen naar de tweede lijn gezondheidszorg. En dat is ziekenhuizen. En van daaruit, van. Ja, tweede lijn gezondheidszorg. Ja, daar worden die patiënten verwezen naar de stad voor verdere behandeling. En daar worden ze opgenomen in het ziekenhuis. Ja, en hier in het binnenland hebben we geen ziekenhuizen. En we hebben bepaalde apparatuur niet. Vandaar dat we die mensen verwezen naar de stad voor verdere behandeling. De overheid is al een aantal jaren bezig om bewustwording van leefgewoontes te bevorderen in Suriname. Ze hebben in 2013 een STEPS, het zogeheten STEPS-onderzoek uitgevoerd, waaruit de risicofactoren die leiden tot chronische aandoeningen, diabetes, hart- en vaatziekten, in kaart zijn gebracht. En daaruit zien we dat in Suriname 2/3 van de vrouwen overgewicht heeft en 1/3 obese is. En ook bij de mannen ligt dat op 50%. Er zijn ook genoeg mensen die met 3 of meerdere risicofactoren rondlopen. Dus dat is wel allemaal al in kaart gebracht en nu zijn ze bezig om voorlichting te geven. Dus vanuit, je kan zeggen vanuit de overheid, zouden meer bewustwordingscampagnes moeten hebben. Dus van echt op televisie komen en voorlichtingsavonden en zo geven aan mensen. Over gezondheid te vertellen. Zij hebben in de hand hoeveel fast food joints ze overal hebben. Dus ik wil iemand minder toelaten dat er zoveel fast food restaurants en eetentjes geopend overal kunnen worden. En promoten dat. Dus zij hebben ook in de hand dat bijvoorbeeld verplicht stellen dat op scholen dat er niet bami en soft en vettige ballen of zo verkocht mogen worden. Maar dus, er moet een soort beleid zijn van aan die gezonde dingen mogen aan schoolkinderen aangeboden worden. De voorwaarden schappen dat er sportvelden zijn, dat er trimbaantjes zijn, dat er fietspaden zijn. Je moet Nou, ik wilde altijd onderzoek doen naar hart- en vaatziekten in Suriname, omdat het net als in heel veel andere landen doodsoorzaak nummer 1 is. En er is nog genoeg winst te behalen hier in Suriname als we kijken naar de diagnostiek, als ook therapietrouw van mensen, maar ook de bewustwording dat door middel van een gezondere leefstijl je bepaalde ziektes kan voorkomen, in het bijzonder hart- en vaatziekten. En ik wil ook een speciale aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen, omdat daar in Suriname nog niet zoveel over onderzoek wordt gedaan. En als we wereldwijd kijken, zien we dat veel meer vrouwen overlijden aan hart- en vaatziekten en veel meer lijden aan hart- en vaatziekten, in tegenstelling tot mannen. Tot nu toe hebben we in Suriname dat niet gezien als we kijken naar de cijfers van de doodsoorzaken. Maar omdat we in Suriname qua ziekte iets achterlopen als we kijken naar trends, denk ik wel dat over een aantal jaren we dat zullen zien in Suriname als ook de diagnose strikter wordt en er ook meer informatie beschikbaar is over het aantal patiënten hier in Suriname dat echt leidt aan hart- en vaatziekten. Dus als dat in kaart is gebracht, kunnen we daar zeker wel verder mee gaan. Als we gewoon minder vet gebruiken, dan heb je niet, want niet iedereen heeft elke dag geld om gezonde dingen te doen. Maar als je minder vet gebruikt, letten op je specerijen, dan gaat het wel lukken.